Goedemiddag, Marion Foppelen. Het is vandaag nu jouw beurt om voor Radio Soest te vertellen wie je bent, wat je doet. Want ik heb jou via Facebook gezien. En toen dacht ik zo, die dame die doet wel heel veel goede dingen. En nu in de coronatijd zullen wel heel veel dingen anders moeten. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jouw bureau voor vrijwilligers het doet op dit moment. Nou, wat leuk dat je me vraagt. En wat bijzonder om een interview te hebben voor de radio met beeld trouwens. Ja. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus dat is al het eerste verschil met normaal. Dus ga je die beelden ook gebruiken eigenlijk? Ja. Nou, het is namelijk zo, je komt op YouTube te staan met dit filmpje, dit interview. Er is nu een Facebook-site en daar komt dat filmpje ook te staan. En dan gaan mijn collega's van Radio Soest gaan het geluid eraf halen. En dan word je ook nog eens een keer uitgezonden via de radio. Nou, dat is toch wel multidisciplinair, hè? Toch? Ja. Nou, dat is al heel anders in coronatijd dus dan normaal. Ja. En precies dit, dat beeldbellen, is iets wat er nu in coronatijd gewoon heel veel gebeurt. Ja. Dus precies op dit moment ook zit aan de andere kant van mijn kantoormuur mijn collega van het bureau vrijwilligerswerk een kindje te helpen met haar huiswerk. Ach. Normaal gesproken, kinderen krijgen schoolwerk via de online en worden geacht daarmee aan de slag te gaan. En als ze het even niet zo goed begrijpen, dan kijken ze naar papa of naar mama of net wie er thuis is, om ze te helpen. Maar die hulp, dat is niet voor iedere ouder even gemakkelijk. Mm-hmm. Als jij bijvoorbeeld jouw basisschooltijd niet in Nederland hebt gedaan, ja. Of het is heel lang geleden, zoals bij ons, of je bent helemaal niet naar een basisschool geweest, of je spreekt de Nederlandse taal niet, dan is dat super moeilijk. Ja. Die opdrachten die kinderen nu krijgen zijn niet 2+2, maar er zitten hele verhalen omheen. En ze leren veel meer spelenderwijs rekenen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus die vragen waar die kinderen mee komen, zijn best ingewikkeld. Noem eens een vraag. Nou, vorige week liet mijn collega een vraag zien van, er stonden een aantal klokken afgebeeld. Die klokken stonden op hele uren ingetekend, dus 2 uur, 4 uur en allerlei tijden. En daarnaast stonden weegschaaltjes met 2 keer een 5 en vervolgens 1 keer een 4. En dan moest je een som afmaken, gecombineerd met een klok en een weegschaal. Oh jee. Ga er maar aan staan. Nou. En de instructie was, maak af. Dus je moet wel eventjes goed gaan zoeken van wat is hier de bedoeling. Want een klok en een weegschaal samenbrengen tot 1 som. Nou, dan moet je even creatief kunnen denken. En daar gaan vast een hele hoop sommen aan vooraf. Maar als je dat hebt gemist en je bent niet de juf, dan is dat even lastig. En je weet best hoe laat het is op die klok. En je snapt ook best wat er in dat weegschaaltje staat, maar de opdracht is niet altijd even helder als je niet in die methode zit. Nee, dat begrijp ik. Ik heb dat zelf een keertje meegemaakt met mijn neefje. En ik ging meelezen van wat er allemaal moest gebeuren. Ik had voor mezelf zoiets van, jezus, ik zou hier absoluut niet meer slagen. Nee. Wat is dat veranderd allemaal? Ja, begrijp je wel. Nou, er zijn dus kinderen die worstelen met hun opdrachtjes en die kunnen daar thuis niet mee terecht.
Daarvoor zijn we nu aan het kijken wie zou dat, zo zoals wij nu met elkaar praten, met zo'n kind kunnen oplossen. Dus een beetje een duwtje geven in de goede richting, zodat het kind weer verder kan met zijn eigen schoolwerk. Dat is heel anders vrijwilligerswerk dan er ooit is gebeurd. Dat is nog nooit op die manier gedaan. Ja. Een soortgelijk iets is dat er moeders hebben gebeld van, ook dat geldt overigens ook voor mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Die kinderen komen thuis van, mama, wil je een spelletje mensen erg hier niet met je doen? Och. Nooit gezien dat hele spel, hoe moet dat dan? Nee. Die vragen dus, hoe doe ik dat? Hoe speel ik dat spelletje? En wat kan ik eigenlijk nog meer doen met mijn kind? Hoe kan ik die dagenlang, wekenlang met de kinderen doorkomen? Wat voor spelletjes zijn er dan? Mm-hmm. Als je niet uit de spelletjescultuur komt, dan is dat best ingewikkeld. Dus zoiets, dat soort hulp online. En bijvoorbeeld in het verlengde daarvan, ik weet niet of je de Voorleesexpress kent. Nee, vertel eens. Dat is dan komt er een vrijwilliger 20 weken in het gezin om voor te lezen aan een kind. Tussen de 4 en de 8 meestal. En dat gaat om taalarme gezinnen waar weinig voorgelezen wordt. Maakt niet uit in welke taal. En de bedoeling is dat je in die 20 weken als vrijwilligster dat kind gaat voorlezen, maar ook meestal de moeder, maar het mag natuurlijk altijd ook de vader zijn, de ouder die het meest thuis is, om die te enthousiasmeren om dat voorlezen over te gaan nemen. Goh. En die betrek je dus er helemaal bij. En uiteindelijk is de bedoeling, als jij na 20 weken het gezin verlaat, dat vader of moeder die taak overnemen. Maar je komt als vrijwilliger nu niet in dat gezin. Dus die vrijwilligers, die zijn nu aan het boeken inlezen. En die zijn ook zo die boeken aan het laten zien. Of soms zetten ze zelfs op YouTube. Mm-hmm. Zodat meerdere kinderen dat mee kunnen lezen. En als ze het live doen, dan kunnen de kinderen ook vragen stellen over het boek. En dan kan moeder of vader ook vragen stellen over het boek. En die kan het misschien het verhaal nog navertellen later aan het kind. Ook dat is nog nooit gebeurd op die manier. Dus het is echt heel anders. Goh, dus er wordt van jullie ontzettend veel flexibiliteit geëist om je aan te passen aan de vraag op dit moment. En aan de behoeften. Ja, misschien niet aan ons als tussenpersonen, maar wel aan de vrijwilligers die opeens bijvoorbeeld helemaal digitaal vaardig moeten kunnen zijn om dat te kunnen aanbieden. Ja. En dat nooit hebben gedaan. Nou ja, kijk naar mij. Ik ben al een uur bezig om op deze manier jou te kunnen interviewen. Het is wel leuk. Ja, echt wel. Het gaat gewoon lukken. Maar inderdaad, dingen veranderen, dingen zijn anders in deze tijd. Want hoor jij nou ook inderdaad dat er veel meer spanningen zijn in families, zeker met kindertjes? Dat gaat wel gebeuren, want het is best een hele lange tijd waarin je met elkaar thuis bent. En als je niet al te groot woont en je hebt net even wat meer kinderen dan kamers, doe het maar. En het is geen vakantie, hè? De kinderen worden gewoon zo'n beetje 3 uur per dag verwacht dat ze aan het werk gaan. Ja, ja, ja. En vaak moet jij als ouder ook gewoon je werk nog doen. Ja. Dat kan niet anders dan dat niet altijd allemaal vlekkeloos verloopt. Dat zal in ieder gezin op termijn spanning opleveren. Ja, zeker weten. Nou ja, ik merk het hier in de buurt dat de kinderen nu heel erg met elkaar echt uren aan het spelen zijn, van 's morgens tot 's avonds. Oh, en ik vind het leuk. En ook als je het bos ingaat. Laatst was er een opa, die was met zijn kleinkinderen, ging die verstoppertje spelen. En op een gegeven moment toen riep hij buut vrij. Hij zegt, mevrouw, wat is dat eigenlijk nog wel goed? Was dat vroeger dat woord? Ik zeg, ja meneer. Ik zeg, het is alweer heel lang geleden. Want ik denk dat die meneer rond de 70 was. Nou ja, ik ben bijna 60. En dan denk ik, wat leuk. We zien het allemaal weer terugkomen. Ja, de reden waarom is niet leuk. Absoluut niet. Maar ja, weet je, het is wel anders. We worden wel geconfronteerd weer met hoe gaan we de tijd doorbrengen als gezin met elkaar. Ja. Ja.
En dus te hopen dat we die mooie dingen die ontstaan nu, dat we die wel kunnen vasthouden. Maar we gaan het zien. Ja, spannend hè. Ja, ja, want hebben jullie ook mensen die ook muzikaal lekker bezig zijn? Of is het echt, vertel eens, vertel. Ja, nou we hadden in de eerste week van de coronatijd... Oh, we hebben een probleem, Jessie. De telefoon gaat gisteren door. Nou, dan... Hoor jij dat ook of niet? Nee, nee. Oké, ik doe gewoon weigeren. Ik weiger nu iemand. Oh. Mijn geluid staat dus niet af. Oké. Nu wel. Nou, doe maar. Helemaal in het begin van de coronatijd, toen hadden we oproepjes geplaatst om maaltijdbezorgers extra te werven. Ja. En die zijn maaltijdbezorgers brengen dagelijks of wekelijks maaltijden bij senioren die zelf niet meer voor hun maaltijd kunnen zorgen. Ja. En dagelijks, dat zijn warme maaltijden voor mensen die ook niet met een magnetron kunnen omgaan. Die krijgen dus iedere dag rond het middaguur een warme maaltijd. En de koelverse maaltijden, die worden wekelijks gebracht en die zetten mensen gewoon in hun vriezer. En daar haal je er op je eigen tijdstip uit. Verwarm je in een magnetron, heb je dagelijks een warme maaltijd. Dat is een soort van tafeltje dekje? Ja, zoiets. Oh ja, oké. Dat wordt allemaal door vrijwilligers verzorgd in Soest. En die vrijwilligers, dat zijn over het algemeen zelf oudere mensen. Ja. En er zijn er een aantal nu die dat niet doen. Of omdat ze ziek worden, of omdat ze het te spannend vinden, of omdat ze in een risicogroep zitten. Dus er vielen een hele hoop maaltijdbezorgers af en daarom deden wij een oproepje voor extra maaltijdbezorgers voor in de coronatijd. Ja. Massaal op gereageerd. Superleuk. Echt, we hebben wel dik 50 reacties gehad. Jeetje. Nodig. Maar goed, dus die hebben we allemaal door kunnen schuiven. En die maaltijdverzorging, dat gaat gewoon weer door. Iedereen krijgt zijn maaltijden en niemand zit zonder. Dus dat is hartstikke fijn. Maar toen belde op die oproep, belde Arnoud Kas. En die naam zeg je vast wel wat. Ja. De poptroubadour van Soest, zeg maar. En hij belde van, nou, helaas zijn ook al mijn optredens afgezegd. En hij had het een en ander voor zichzelf moeten regelen om zelf boven water te houden. Dat was allemaal rond. Toen zei hij, nou, ik heb tijd over. Ik wil wel maaltijden bezorgen. Ik heb een auto, ik woon in Soest en ik heb vrije tijd. Wat een kanjer die man, ja. Zeg. Ja. Ja, maar ik dacht, jeetje Arnoud, er zijn eigenlijk maaltijdbezorgers genoeg en jij kan zingen. Mm-hmm. Wil je niet bij de seniorenvoorzieningen, waar mensen met elkaar wonen in verpleeghuizen, in serviceflats of in gewone flats waar toevallig 55 plus woningen, zeg maar. Wil je daar niet gewoon vrolijke liedjes gaan brengen? Die mensen zitten de hele dag binnen. Die denken alleen maar aan corona. Als je de tv aanzet, is er nieuws over corona. Is dat niet leuk? En dat vond hij gelijk leuk. Dus we zijn een soort tour gaan organiseren. En hij is begonnen. En zo leuk. Zo leuk ontvangen. Ja, ik woon in de Vijverhof. En daar is hij al een paar keer geweest. En, ja, je hoort echt, iedereen is er heel enthousiast. Het breekt even de tijd. En het maakt ook even vrolijk, hè? Ik kijk ondertussen naar de klok. Volgens mij staat hij daar nu weer. Oké. Iets later. Dus hij staat, dit is al week 3 dat hij op pad gaat. Mhm. En vorige week is Maaike van der Linden aangesloten. Die kan ook heel mooi zingen, is ook professioneel muzikant, heeft nu ook geen opdrachten. Dus hetzelfde verhaal eigenlijk, zij is ook mee gaan doen. En dat is eigenlijk al 2 weken geleden. Vorige week is Sammy Prins aangesloten. Ach, wat leuk, en Sammy joh. Prins, wat zeg je? Wat leuk. Ja, superleuk. Sammy Prins heeft het, die is DJ Play It Again, Sam. Dan heeft hij een zo'n fietskar, hoe noem je dat? Een soort boddenkar. Ja, zo'n ik weet wat je bedoelt. Zo'n houten bak ervoor. Ja. Een bakfiets. Ja. Heel goed. Een bakfiets. En daarop heeft hij een oude grammofoon met 78 toerenplaten.
Dus hij heeft allemaal echt oude muziek voor oudere mensen die dat nog herkennen uit hun jeugd. En hij staat dan met zijn fiets bij woningen voor waar veel ouderen wonen. En die komen op de balkonnetjes staan, die gaan lekker meezingen. Vorige week was het prachtig weer. Ja, ja, ja. En werd gedanst en geklapt en mensen gooiden iets, een cadeautje voor hem naar beneden als dank. Hmm. Dat is zo ontzettend hartverwarmend. Hebben zulke leuke dingen meegemaakt met die muzikanten. En het leuke is, ze blijven dat gewoon doen. Nou, ik vind het echt geweldig, joh. Ja. Ja. Ja, want dit... Er zijn meerdere locaties erbij aan het harken, meerdere muzikanten. Deze week komt er ook een gezelschap uit Baren. Die komen ook eenmalig in Soest optreden. Wat leuk. Dus, en dat organiseren jullie allemaal? Ja, ja. Nou ja, zij doen het, hè. Dus wij zetten alleen maar de mensen bij elkaar, zeg maar. Ja, ja. Maar het is ontzettend leuk en mensen worden er gewoon hartstikke blij van. Ja, dat kan ook niet anders, hè. Maar wat een mooie veranderingen zijn dit, hè. Want dit is eigenlijk nog nooit gebeurd dat mensen, hè, vooral artiesten, ik noem het allemaal troubadours, hoor, want mensen die zo in de openbaarheid gaan staan, dat zijn echte troubadours. De middeleeuwen die gaat weer herleven op dit moment. Want die sfeer, die vind ik echt geweldig. Maar ik wist helemaal niet dat dat door jullie is gekomen, joh. Dat is voor mij echt nieuws. Toevalstreffer eigenlijk, maar ja, hartstikke leuk. Ja. Goh. Ja. Kijk, natuurlijk, je moet je wel, de achtergrond is eigenlijk natuurlijk niet leuk, hele corona is niet leuk. Nee. En voor muzikanten is het ook echt niet leuk dat zij als ZZP'er hun inkomsten mislopen. Nee. Dus de grootste is het gebaar eigenlijk, vind ik, dat zij, ondanks dat ze hun werk niet kunnen doen, dat ze het toch vrijwillig doen. Nou ja, dat is dus ook geweldig. Kijk, want het corona is er. En ik weet niet hoe jij het persoonlijk ervaart. Maar ik vind het doodeng. Ik vind het eng om de deur uit te moeten. Ik vind het eng om boodschappen te moeten doen. Er zijn mensen die absoluut geen rekening houden met het feit dat als je iemand aanraakt, dat je zo iemand dan met corona kan besmetten. En het is al een aantal keren gebeurd. En hoe fijn is het dan dat de doelgroep die het hardst getroffen is, hè, want laten we wel zijn, alle mensen die ervan moeten leven, die zitten ineens met geen geld meer om te wonen, nou ja, alles wat je nodig hebt. En die staan daar toch maar even gratis. Voor de mensen staan ze klaar. Nou ja, dat is toch super. En iedereen, hè, we weten het, de verpleegkundigen, alle doelgroepen, iedereen is in de weer. En wat ik heel belangrijk vind daarvan, dat is als mensen voor jou allemaal dingen doen, dan is het ook heel belangrijk dat het ook gewaardeerd wordt. Ja, zeker. Maar die waardering is volgens mij voor die muzikanten heel groot. Want hoe leuk is het als er gewoon één iemand op zijn eigen balkonnetje een dansje staat te maken, maar die zo blij wordt van jouw muziek. Nou. Gewoon. En mensen staan mee te klappen en... Weet je wat ik eigenlijk het allermooiste moment vond? Nou. Dat was bij Daalhoven voor. Arnoud stond daar ook te zingen. En er stond een meneer op de derde verdieping op het balkon met een rollator. En toen kwam er een mevrouw aan met een auto. Die zet haar auto op de parkeerplaats en die stapt uit. En die begint ook mee te doen, te klappen en te zingen. En toen raakte met die mevrouw aan de praat en toen bleek dat haar man daar op de derde stond. Ach, joh. En zij elkaar al die weken niet mochten zien. Zij mocht daar niet meer naar binnen. Maar ze zei, ik ga 4 keer per dag hier langs en dan zwaaien we naar elkaar. Ach. En dit was toevallig het zwaaimomentje. En dus zij trof dat de muziek er was. En toen vroegen wij haar, wat is lievelingsmuziek van je man? Ik moest even denken. Toen zei ze, ja, de Dire Straits. Mm. En daar, Arnoud kende een nummer van de Dire Straits. Dus die begint dat in te zetten. En zij klapt beneden tegelijk met haar man op de derde. En ze kijken elkaar aan. En even zijn ze zo echt heel erg samen. Ach jeetje. Zij op de begaande grond en hij op de derde. Samen hetzelfde liedje meezingen. Dat was zo ontroerend. Echt... Ja, echt een cadeautje. Ja, maar dat is toch ook romantiek ten top?
eigenlijk. Ja, 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 ja. Dat was echt een mooi moment. Ja, ja, het is geweldig, hè. Ik moet ook zeggen, van, ik ben zo blij dat mensen zoals jij ook bestaan, die zo'n groep mensen aanstuurt, die zorgt dat er voldoende vrijwilligers zijn, dat iedereen het gevoel heeft dat hij gewaardeerd wordt, hè, want dat is wat jullie met elkaar moeten doen daar. Want de motivatie, dat die moet toch wel ergens vandaan komen. En dat kan niet... Ik vind wel dat die mensen echt dat zelf verdienen, want zij melden zichzelf. Ja. En er zijn echt heel veel mensen die nu uit zichzelf komen van ik wil nu wat doen en ik heb tijd over. Bijvoorbeeld de Lions, ik weet niet of je dat wat krijgt, een serviceclub. Nee, oh de Lions, ja dat is van heertjes met dikke sigaren toch? Ja, nou ja, misschien vroeger. Dat is een beetje achterhaald beeld, denk ik, maar... ik ben ook achterhaald. Maar vertel. Bij, en ook mannen die geen sigaartjes roken. Maar dat is een serviceclub. En ja. Zij stellen zich dienstbaar op voor de samenleving. Zij vinden elkaar soms op de diverse beroepsgroepen... zitten daar bij elkaar en zij willen ook iets goed doen en vaak ook hands-on. En zij hebben ook gebeld en zij hebben 11 mensen gemobiliseerd uit de eigen club. Van hier heb je er 11 en ze kunnen alle 11 nu wat doen. Want ze hebben ofwel tijd over ofwel hun huidige werk is ligt even stil of ze werken thuis en dat geeft wat ruimte omdat je geen reistijd hebt. Ja. In ieder geval tijd over en wij stellen ons beschikbaar. Nou, geweldig. En nog leuker eigenlijk is de scoutinggroep Hopman Masselman Groep. Ja, ja. Wij zijn met 50 en wij kunnen alle 50 niet doen. Ja, wat dus geweldig. Dus dat is ongelooflijk. Het enthousiasme is heel groot in de samenleving. Nou, ik heb niet geweten. Ik ben ook heel blij dat ik je even zo kan interviewen. We gaan het ook zo afsluiten, want ik zie dat je het misschien een beetje druk hebt met al die mensen die je moet aansturen. Maar ik vind het geweldig wat jij doet. Echt waar. Ik ben zo blij dat je dus in geïnterviewd nu hebt. Want jij komt met allemaal dingen die ik helemaal niet wist. Nee, wij maken er ook natuurlijk niet heel veel reclame voor. Want alles moet gewoon rustig doorgaan. En bijvoorbeeld die optredens, die gaan we ook niet aan een grote klok hangen. Nee. Want er komt het publiek op af en dat is niet de bedoeling. Het is bedoeld voor de bewoners. En veel publiek bij elkaar, dat is niet mogelijk nu. Nee, nee. Dus we doen het gewoon een beetje op de achtergrond en het houden we zo. Nou, dat gaan we dus ook houden. Wij gaan hiermee dus ook wel het interview een beetje besluiten, hè? Als mensen zich alsnog de aanleiding hiervan...